ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een unboxing van NA-KD. En ik doe dit ongeveer iedere maand en ik heb er echt mega veel zin in. Want er zitten echt heel veel leuke items in. Dus als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de shoplog. Oké, ik heb allemaal items besteld bij NA-KD. Dit was het laatste moment dat ik dit kan filmen. Dus ik zie er misschien een beetje gek uit omdat ik uit school kom. Ik ben wel heel blij met het filmplekje. Ik moet vaker hier video's opnemen, want ik vind het heel erg leuk. En ik heb voor jullie een kortingscode, namelijk met de code Janette20 krijg je 20% korting. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En dan gaan we lekker beginnen. Ik film gewoon met licht van buiten, dus sorry als het een beetje verandert. Daar kan ik helaas niks aan veranderen. Ik heb wel nog dingen ook al besteld nog voor Curaçao. En ook wat winteritems. Een beetje, ja, gewoon een beetje verschillend winteritems. En ook nog wat zomeritems. Ik hoop dat jullie dat toch leuk vinden om te zien. En dan gaan we hem openmaken. Als eerste zit er een trui in. Deze heb ik van mijn moeder besteld. Maar ik zou deze zelf ook dragen. Het is namelijk deze zwarte trui. En hij heeft dus een beetje een klein kolletje. En hij ziet er echt super mooi uit. En dan heeft hij van die wat langere mouwen. Echt een heel leuk truitje. Deze heeft ze in een maatje S. Hij valt denk ik ook wel een beetje oversized. De stof voelt echt top aan. En ik zou dus deze zelf ook dragen. Maar ik heb al zoiets. Dus daarom is deze voor mijn moeder heel erg leuk. Ik denk dat ze hier heel blij mee gaat zijn. Dan heb ik een broek besteld. En ik ben zo benieuwd of ik deze ga passen. Want de laatste tijd ben ik best wel erg aangekomen. Is niet erg, maar ik hoop gewoon dat die gaat passen. Die is namelijk deze broek in een hele mooie beige kleur. Sorry voor mijn nagels. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind de kleur beige in ieder geval echt heel erg mooi. En broeken van NA-KD zijn gewoon heel erg fijn. En dit is de Wide Leg High-Waisted Denim. Op zich denk ik wel dat ik deze ga passen. Hij loopt dus gewoon wijd uit. En ik had dus best wel veel beige broeken, maar nog niet echt van spijkerstof. Dus ik vind deze heel erg mooi. En ik hoop gewoon echt dat ik hem ga passen, want dan ben ik echt zo blij. En ik vind het gewoon heel erg leuk om gewoon met een nude outfitje, met deze witte trui bijvoorbeeld, is het ook al heel leuk. En ja, een hele mooie kleur beige. Want soms vind ik het beige een beetje te geel of... Je snapt wel wat ik bedoel, of dat het meer te bruin is. En dit vind ik gewoon heel erg mooi. En wat ik dan nog extra mooi vind is dat de knoopjes en de rits zijn zilver. En ik draag natuurlijk ook alleen maar zilveren sieraden. Dus dan vind ik dat gewoon persoonlijk wat mooier. Ik ben zo blij. Hij zit echt perfect. Hij had niet groter of niet kleiner moeten zitten. Hij is echt precies goed. Oh ja, ik heb ook een zonnebril besteld. Die zal ik ook even laten zien. Ik heb namelijk zo'n Celine zonnebril, maar ik vind dat soms best wel zonde om op te doen als je iets gaat doen. En je weet gewoon, ja, dan, ik ben gewoon bang dat die kapot gaat. En ik had deze gezien en ik vind dit heel mooi. Een bruine zonnebril, ik heb dat ook nog helemaal niet. En ik heb vaker zonnebrillen van NA-KD en de kwaliteit is gewoon echt top. En het is namelijk deze zonnebril. Hij heeft een beetje zo'n cat eye en hij is dus met bruin. En dat vind ik dus wel echt heel erg mooi. Ik zal hem even opdoen. Dus dat is deze zonnebril. Heel erg leuk. En hij heeft dus een beetje, ja, een beetje bruin-zwart. Dan is het ook niet gelijk zo hard. Want al mijn zonnebrillen zijn zwart. Dus dan vind ik dit ook wel een keertje leuk. Dit is in een one size. En ik vind het gewoon fijn om op vakantie hem ook in mijn haar te dragen. Want met mijn Celine zonnebril kan dat niet. Want dan gaan die pootjes uit elkaar. Dus dat is deze heel erg fijn. Die ga ik zeker meenemen op vakantie. Dan zag ik een heel erg leuk topje. Deze is heel erg leuk om onder een blazer te dragen. Maar kan natuurlijk ook gewoon voor een feestje. En groen is echt mijn lievelingskleur. Zeker dit, ja, deze kleur groen. Een beetje dat kaki. En het is dus een heel mooi ja, soort one shoulder topje. Ik weet niet of je het nu goed kan zien. Maar anders wel in de aanbeelden. Even kijken hoor. Oh nee, volgens mij ging hij zo... Ja, wel over één schouder. Ik weet het niet eens meer. En hij heeft een beetje dat getrapeerde. En ik heb wel een maatje M, want dit was het enige wat er nog was. Maar dit is met die collectie met Hanne Schönenberg. Dat is deze. Dus ik ben heel benieuwd. Het stofje voelt goed aan. En ik denk wel echt een heel leuk topje voor onder een blazer of gewoon... Op een kort broekje, lekker in de zomer. Dit is het groene topje. Ik heb er nu alleen geen BH onder. Maar hij sluit echt heel erg mooi aan. Het is een open rug. En ja, ik vind het heel erg leuk. Hij zit lekker. Gewoon eigenlijk echt top. Heel erg leuk topje. En ik denk ook gewoon, als je er een blazer overheen doet, is het ook heel erg leuk. Maar ook gewoon om hem zo te dragen. Maar je kan, ja, je moet even kijken dat dit een beetje zo zit. Ik denk wel dat een maatje S beter had gezeten. Maar ja, dat is voor een andere keer. Heel erg mooi. Dan heb ik een kort spijkerbroekje besteld. Deze had ik nog niet en ik vond het gewoon handig. En wederom ben ik hier dus heel benieuwd of ik hem ga passen. En anders is die voor volgende zomer. Nou, ik vind deze kleur blauw in ieder geval het allermooist. En dit is het broekje. Ik denk dat ik hem wel ga passen. En hij heeft dus aan de onderkant heeft hij een klein beetje dat het zo... ja, het is een beetje zo afgewerkt. En dat vind ik wel het mooiste. Ik heb deze in de maatje 38. En ja, ik heb er niet zoveel over te zeggen. Er zitten gewoon echte zakken in. En ik vind het gewoon echt een heel mooi kort broekje. En ik draag heel vaak rokjes en jurkjes op vakantie. Maar dit is eigenlijk toch wel heel erg handig. Dus ik ben super benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Je wil niet weten hoe blij ik ben. Het broekje past. Hij zit eigenlijk echt perfect. Ik vind dat hij overal mooi aansluit. En hij heeft dus hier knopen. Ik moet deze nog even dicht doen. Maar dat is niet omdat het niet gaat. Maar omdat ik er geen zin in had. Maar hij zit echt... gewoon perfect. Dus ik ben er heel blij mee. En hij is ook niet te kort. Dus mijn billen komen er niet onderuit. Dus dit is echt een topper. Hij was volgens mij echt afgeprijsd voor €20 of zo. Nou, dan mijn lievelingsitem waarschijnlijk. Het is namelijk een oversized blazer. En ik heb blazers, maar die zijn niet echt oversized. En die hebben best wel een detail bij de middel. En ik vind dat niet altijd mooi. En deze is best wel populair ook op TikTok. Hem ook in het beige, die is ook heel mooi. Oh, kwaliteit voelt top aan. Voel ik nu al. En ik heb een zwarte genomen, omdat ik draag gewoon een blazer bijna elke dag. En die van mij is ook gewoon een beetje aan vervanging toe. Die is ook van Naked, die draag ik echt zo vaak. Maar het is namelijk deze. Het is de oversized twill blazer, als je het zo uitspreekt. En ik heb hem in de maatje 36. En hij heeft dus een beetje van... dit effect, ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar een beetje geribbeld of zo. Heel erg mooi met twee zwarte knopen en hij ziet er gewoon heel chic uit. Hij is wat duurder, maar de kwaliteit voelt ook echt top aan. Ik heb voor dezelfde prijs ook een van de Zara en dan kan ik gewoon deze kwaliteit echt niet mee vergelijken. Echt helemaal top, ik kan echt niet wachten om deze aan te doen. Gewoon lekker naar school en gewoon, ja, je outfit maakt het gewoon echt af. Dus ik ben hier heel blij mee. Oké, dit is de blazer. De blazer is echt top. Dit gaat echt mijn nieuwe favoriet worden. Hij is inderdaad lekker oversized. Hij is wel best wel heel erg oversized. Maar voor de rest sluit hij gewoon heel erg mooi aan. En je hebt hier ook nog twee mooie knopen. Kwaliteit voelt goed aan, dus... ik ben helemaal blij met deze nieuwe blazer. Echt een topper. Ik heb dus ook nog een bikini besteld. Oh, mijn haar zit een beetje heftig. Ja, ik vond deze er heel leuk uitzien. Ik ben benieuwd of die gaat passen. Want ze hadden het topje alleen nog in de maatje S. Het topje ziet er wel klein uit. Dus ik ben benieuwd. Nou, zo kan je er natuurlijk helemaal niks van zien. Het is een van dit luipaard, noem je dat zo. En het is dus in samenwerking van Hunkemöller met Naked. Ik wist niet eens dat zij samen een lijn hadden. Ik heb echt niet goed opgelet. Maar je kan het heel mooi zo om je middel knopen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb het topje dus in een S. Ik ga hier geen aanbeeld van plaatsen. Als jullie het niet erg vinden. En er zit dus ook een broekje bij. En die vind ik ook heel mooi. Maar die heb ik wel in een M gelukkig. Want anders ging ik hem sowieso niet passen. Oh, het broekje ziet er heel klein uit. Wel heel mooi. Het is namelijk een broekje met zulke bandjes. En dat die zo heel hoog is uitgesneden. En ik vind dat persoonlijk het mooiste. Deze is ook in samenwerking met Hunkemöller. En hier word je gewoon het meest bruin van. Kwaliteit voelt echt top aan. Hij was ook helemaal niet zo duur. Ik heb ook nog een superleuk, ja, rokje. Ik moet het even laten zien, anders snap je niet wat ik bedoel. En ik zag dit rokje ook op Instagram super veel voorbij komen. Het is zo'n rokje die je over je bikini heen kan doen. Dat is ook met de Hanne Schönenberg collectie. Ik vind alles van haar echt top. En ik heb deze in een maatje S. En het is gewoon heel handig naar het strand. Dat je dit gewoon even zo om kan wikkelen. Dus het is gewoon zo. Ik heb het even goed laten zien en dan kan je het zo zelf vastknopen. Echt super mooi. Stof voelt heel goed aan. Alleen dit zou je wel op zich ook op Shein kunnen bestellen. Omdat het natuurlijk gewoon voor je bikini is. En er zit ook een heel leuk topje bij. Ik denk dat ik die de volgende keer ga bestellen. Maar die was nu niet meer in mijn maat. Ik heb deze dus in een maatje S. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Het rokje ziet er ongeveer zo uit. Dus dan kan je hem zo doen en dan kan je hem hier knopen. Ik vind het wel een heel erg leuk rokje. Ik hoop dat alle items goed gaan zitten. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Alle linkjes en de kortingscode staat in de beschrijving. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een leuke comment achterlaat. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!